Yo mensen, het is je poep vanuit zijn kont in dringend nood van een fucking kapper. Vertel het eens. Hoe is het met iedereen? Ik hoop dat iedereen nog fris en gezond is en binnenblijft. En ik weet het. I feel you. We zijn het allemaal een beetje beu ontworden. Zeker met deze belachelijk goeie weer in april. Ja, het is alsof dat moeder aarde ons probeert naar buiten te lokken om ons daarna uit te roeien met deze kutvirus. Want ik heb zo het gevoel dat sommige mensen het in hun kop krijgen van op, het is een nieuwe maand, het heeft lang genoeg geduurd, we gaan allemaal een keer naar buiten, tegelijkertijd. Ja, dan vraag ik me eigenlijk soms wel eens af hoe dat mensen redeneren in tijden van een pandemie. Dus, ik ga het nog eens even kort zeggen, beste mensen, blijf gewoon zoveel mogelijk binnen. Ga enkel naar buiten, als het echt moet, om misschien een blokje rond te wandelen of zo. Maar voor de rest, blijf gewoon binnen. Zo moeilijk is het echt niet. En voor de jonge mensen onder ons, please laat u niet beïnvloeden door die belachelijke influencers die denken dat het cool is om zich niet onder regels te houden. Je kent ze wel, degene met de fuck the system mentaliteit. Please, wees geen idioot. Denk voor uzelf. En denk verstandig. Alright, ik heb gedaan wat ik kon. Voor de rest moet er gewoon een plan trekken. Hè? Nu, wat is de Chipoep allemaal aan het doen tijdens deze lockdown? Wel, de vriendin heeft nu heel veel tijd voor van alles te liggen veranderen in het huis. En raar, wie kan er meedoen? Ik ben momenteel ook bezig aan een gloednieuwe voice-over. Iets dat ik nog niet echt heb gedaan. Dus ik wil er wel zoveel mogelijk tijd in steken. Dus het kan wel eens zijn dat er een week is waar dat er geen video wordt gepost. Maar weet dan dat ik al mijn aandacht en tijd ontsteken ben in die video. Maar ik wil wel een beetje op de hoogte houden met waar ik bezig ben of hoe ver ik ermee sta. Ik weet niet of dat je al zulke advertenties al hebt gezien op YouTube. Ik weet het is verschrikkelijk irritant, maar ik kan proberen er iets plezant van te maken. En ook ben ik deze week twee hele interessante streams van plan. De eerste stream is vanavond om 19:30 waar dat ik een Pokémon speedrun ga doen. Dat wil zeggen dat ik een Pokémon spel zo snel mogelijk ga proberen nut te spelen. Ik praat nog maar over Pokémon, maar de neus begint al te jeuken. En ik ga deze doen met een heel bekend spel, Moemon Fire. Ken je dat nog? Moemon, die Pokémon-serie die ik nooit heb afgemaakt, waar je tot de dag van vandaag nog altijd over kunt zagen. Het is terug. Dus, het plan is, ik start vanavond om 19:30 en ik kan proberen in 4 uur tijd, ongeveer een volledige stream is, het spel uit te spelen. Of toch tenminste zover mogelijk te geraken, want dit is de eerste keer dat ik het doe en ik heb geen idee waar dat kan aandienen. Nu, ik wil deze speedrun ook doen op mijn manier en niet op de traditionele manier om like, een wereldrecord te maken of zo. Nee, ik wil het spel uitspelen zonder starter en zonder legendary. Waardoor ik dus niet veel opties meer over heb. Maar ik heb een goed plan uitgewerkt en ik hoop dat het lukt. Dus moest u er interesseren, zorg dat je erbij bent. Vanavond live op Twitch om 8 uur. Moemon 2.0. Woensdag is er ook een stream met een praatje en een beetje Rocket League. Maar vrijdag, dan zijn ik weer iets van plan. Hè? Trek de woorden maar heel goed open, want je kunt weer al iets winnen. En ik zit al heel lang met deze idee. En ik zie eigenlijk geen betere moment om het te starten dan nu. Ik wil namelijk een soort FIFA-toernooi starten genaamd FIFA Frenzy. Ik heb zelfs een logo en al gemaakt. En in deze toernooi kunnen de mensen mij uitdagen in een spelletje FIFA op Ultimate Team. En als er een persoon van mij kan winnen, dan wint hij de jackpot. Ah, Chipoep. En wat is dan de jackpot? Wel, om te beginnen, de jackpot is altijd standaard 20 euro. Inderdaad, ik zit weer met geld ontsmaten. Wel, als er iemand mij uitdaagt en ik win, dan komt er 5 euro extra in de jackpot. Dus de volgende persoon die mij dan uitdaagt, die maakt dan kans op de jackpot van 25 euro. Vrij simpel, elke keer als ik iemand verslaag in FIFA, komt er 5 euro extra in de jackpot. Op die manier wil ik van een simpel FIFA-matchje een complete frenzy maken. Nu, natuurlijk zijn er een paar regels die je moet volgen om mee te kunnen doen aan deze toernooi. Ik wil graag de jackpot haalbaar maken voor iedereen en ik wil elke persoon gelijke kansen geven. Mensen die heel vaak FIFA spelen, maar ook mensen die maar af en toe FIFA spelen. Dus om het speelveld zo gelijk mogelijk te houden voor iedereen, zijn er 3 regels waar je u aan moet houden. Regel nummer 1. Uw team mag enkel bestaan uit 11 gouden spelers. Dat wil zeggen, geen informkaarten, geen Team of the Season kaarten, geen Weekend League kaarten, geen speciale kaarten, geen enkel ander kleurtje. Gewoon een team bouwen van 11 gouden spelers. Op die manier is het speelveld zowat gelijk voor iedereen en riskeer ik ook niet de kans om uit te komen tegen een persoon met zo'n team. Want ja, dat zou gewoon een ozel zijn. Want ja, sommige van ons hebben nog een leven. Snap je? Regel nummer 2. Geen wisselspelers. Gewoon 90 minuten met het team dat jij hebt gebouwd. En geen OP wisselspelers erop smijten. Dat plan ik gewoon niet door. En dan is er nog regel nummer 3. Je wint enkel van mij als je de wedstrijd wint.
Dus als het na 90 minuten nog altijd gelijk spel is, dan wint er niemand. De enige manier om van mij te winnen en de jackpot te krijgen, is door meer te scoren dan ik. Uiteraard hou ik mij aan dezelfde regels, zodat elke wedstrijd wordt bepaald wie dat er de betere speler is en niet wie dat er het betere team heeft. Dus wie van allen denkt er van mij te kunnen winnen en een jackpot naar huis te pakken? Of misschien wilde gewoon een rustig spelletje FIFA spelen tegen mij? Dat kan ook. Zorg dan dat je erbij bent, vrijdag 17 april om 8 uur live op Twitch. Dus voilà, weer al een spannende week in de lockdown. Ik bedank iedereen voor het kijken. Moest je toevallig de vorige voiceover nog niet hebben gezien van Putput, ga hem dan zeker een keer checken. Het zat bijna aan 100 likes, waarvoor ik enorm dankbaar ben. Al ja, ik kijk niet meer echt naar views, maar als ik zie dat een video heel veel likes krijgt, dan weet ik gewoon dat je hem heel goed vond. En dan voelt hij wel gewaardeerd. Voor de rest nog heel veel plezier in uw kot. Probeer het vol te houden. En dan wens ik iedereen nog een hele prettige dag.